De kwestie rond het publiekelijk bespreekbaar maken van een schrijven van het Koningshuis van Nederland aan de nazaten van de tot slaaf gemaakten in Suriname is een moment om stil bij te staan. Graman der Paramakaners, Jozef Forster, zei gisteren tijdens een persconferentie in het NACS-gebouw dat het niet alleen een historisch moment is om te kunnen praten over het vraagstuk, maar benadrukt dat het een heel proces is dat een diepe bezinning teweeg moet brengen bij het nageslacht van de tot slaaf gemaakten. Libisa mai fegete gauma masagadu nai fegete en masagadu wabi en yu. Da eke fau de nono te luku de to atolia da abi bigi sari naini. Bika sai de wansa mai guashi ko dai leli, da te a leli te akabakele, dai bai wanjali, da te a bai ajali te akabadai fikangi de piki fin abaka te ashita kia ugandi. Ishi? Ofuna wamba dreifa abi, ai fikangi de piki fin abaka. Food and chango do. Ma di fu sanija, ano deso, anashiko ugo leli fu feni sana. Anataki na nakoni ukoni ni uwo kotanga fu feni wawusu, fu gifi pichabaka. Sana angabulu ubayen. Enson sanidi baya angabulu. Inomansele, inomangisamayen. De persconferentie is belegd door het traditioneel gezag, bestaande uit de grootopperhoofden van de verschillende inheemse en tribale volken en de voorzitter van de vereniging van paraplantages. Graman van de Matawai, Leslie Valentijn, stelt dat met de openbare besprekingen in alle eenheid gediscussieerd kan worden over wat de slavernij teweeg heeft gebracht. De eerste stap naar die oefen ons revie, dat die een eenheid op de binnen a tiri voor buskondre. En a dekwa. Want zonder eenheid, in oma gwang afesi. En tewe taki blaka mame, aksi de trasmasa dino gersi unu, nanga ala lespeki, nanga ala lobby, vanoi tatafra disi, in her mama kondre saranang, tak de nom shen lek diskrimina ano diskriminasi mana fetu e feti ga rek funo kwet kwet ano diskriminasi mana fetu e feti ka wan fu come up di arete fu na nga slavo ne verleden. De Graman geeft verder aan dat de totale Surinaamse gemeenschap baat moet hebben bij de discussie rond het slavernijverleden. De discussie en bewustwording over slavernij en onderdrukking in het verleden is niet alleen bedoeld om de nazaten van de tot slaaf gemaakten bijeen te brengen, maar de totale gemeenschap.